welkom bij Zomer in Gelderland. Hartelijk welkom vanuit het berengezellige... En we gaan er weer een hele gave show van maken. We hebben fantastisch leuke gasten. Dus ik ga gewoon niet zo lang praten. We kijken meteen even naar de sfeer van vandaag. Waren ze nou een beetje blij dat we hier kwamen? In mijn iezig mooie dorpje Lunteren. Alles is zo mooi hier. En zo leuk. Ja, dan ben ik met een meisje aan het rondvliegen. En doet u dat nog steeds? Nog steeds hoor, ja, ondanks dat ik 81 jaar ben. Als je morgens langskomt, is het altijd hallo, goedemorgen. En dat heb je een hele grote plaats, heb je dat eigenlijk al niet meer. Ik was vast iemand komen met het dierverhaal, ik heb het iets weetjes en daar was je. Mijn eerste gast van vandaag, die is geboren in Amsterdam, was een kerstkindje. Maar hij kwam zo'n 20 jaar geleden voor de liefde naar Gelderland. We kennen hem allemaal, dames en heren. Misschien van tv-series, Oebelen wellicht. Kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen? Maar ook van zijn geweldige nummers natuurlijk. Malle Babbe, Zachtje stikte regen. Nou, we kennen ze allemaal. Het liefst zou ik meteen gaan zingen voor je. Mag ik een heel hard applaus? Nee, dat wil je niet. Rob de Nijs! Ga lekker zitten, Rob. Dankjewel, Angelique. 50 jaar on the road. On the road. Ben je het nou nooit zat? Nee. Nee. Muziek is zo leuk, dat kan je volgens mij tot hoge leeftijd blijven doen. Ja. En ik ben al behoorlijk op weg, moet ik je zeggen. Maar 50 jaar ben ik al bezig. En je ziet er nog steeds waanzinnig uit. En ik weet nog dat mijn moeder helemaal kwijlend voor de tv zat. Dat meen je niet. Ik erbij, mijn zus erbij. Hele generaties verliefd op Rob de Nijs. Had ik dat maar geweten. Ja. Maar hoe ging jij daarmee om met al die aanbidsters? Want zeg het eens, dames, toch? Nou, anders dan nu, moet ik je zeggen, hoor. Ja, hoe deed je dat toen? Nou ja, toen was ik zelf natuurlijk ook een jaar of 20, 25. Ja. Dat is een beetje, dat ligt achter me. Dat is er ja, geweest. Ja, dat had ik ook niet meer volgehouden. Daar had ik ook geen tijd meer gehad om te zingen. Veel te zwaar bestaan. Je hebt nog steeds een heel super actief leven. En je bent onlangs in Louisiana geweest. Ja. Waar je met wie heb jij een nummer opgenomen? Ik heb met Daniel Lohuis van Skik. Ja. En hij zelf heeft ook een geweldige solo carrière ook. Maakt prachtige liedjes. Ja. En hij heeft mijn nieuwe album is hij aan het produceren, want we zijn nog steeds bezig. En heeft daar een heleboel voor geschreven. Precies op de stijl waarop hij dat doet. Ja. En ik ben daar heel erg blij mee. Maar waarom naar Louisiana? Omdat, om te beginnen is het natuurlijk sowieso een mooie reis. Mm-hmm. En het is een heel mooi verhaal. Want Daniel is iemand die muziek maakt. Wij noemen dat een beetje rootsy muziek. Met wortels in de grond. Ja. Agrarisch, zouden we bijna zeggen. Helder, en dat wordt natuurlijk daar in Louisiana, vlakbij New Orleans, wordt dat soort muziek gemaakt. Dus we hebben ook mensen uit de omgeving, hele lokale mensen die zaterdags gewoon in de kroeg spelen. En door de week speelden ze bij mij in de studio. Ja, geweldig, we hebben een heel klein fragmentje daarvan. Gaan we even naar kijken. Oh ja. Ja. Oké. Okay. Midden in de nacht. Zie je? Ja, van God. Ja. That's exciting, eh? Oh, yeah. Both teams had their chances. Yeah. Yeah. That's true. De TV en de telefoon. Alles staat hieruit. Een man die zacht een liedje zingt. Dat is het enige geluid. Wat hoor ik nou? Dat was de hond. De hond. Die was ook gecharmeerd van Rob. Ja. Die wilde zich even laten horen. En wel in het Nederlands, hè? Ik dacht, je gaat naar Louisiana, misschien in het Engels, maar gewoon Nederlands. Ja, maar muziek, dat was ook zo mooi toen we daar waren. Dat zeiden de muzikanten er ook. Sommigen verstonden we niet eens, want het is een behoorlijke plat Amerikaans wat ze daar spreken. Ja. Maar ze zegt, die muziek is natuurlijk de taal die ons verbindt. Want die is eigenlijk overal universeel, min of meer hetzelfde. Ja, precies. Ben je nog wel eens thuis een week rond? Jazeker. Jazeker? Ja. En dat is een fijne plek, hè? Dat is een heerlijke plek, midden in het bos. Lekker rustig. Tussen de
de wilde varkens. Ja. Die komen gewoon in jouw tuin? Nou, de boel omspitten? Ze zijn er twee keer geweest en daarna heb ik het verboden aan ze, maar... Bordjes neergehangen. Ik hoop dat ze het misschien straks, we hebben straks een gast die je misschien wat adviezen kan geven. Dit is Jorieke. Oh, hoi. Wat een leuk Hallo. Shirt. Aangenaam. Speciaal voor Rob. Ja, ik dacht Rob de Nijs. Een heel groot hart. Heel groot hart. En ik was jongen, ik ben ook groot fan, dus ik denk, doe mijn hart. Kijk, dankjewel. Goed. Ja. Geen bange hart, maar een groot hart. Ja. Wat ga je maken vandaag samen met Rob, hè? Ja, ik heb het even op het weer aangepast. Ik dacht een lekkere warme koffie met een lekkere drank erdoorheen. Ja. Met iets erdoorheen? Ja, dus we maken de Spanish koffie. Lekker. Ja. Oh, nou ben benieuwd. Drink je mee met ons? Alcohol niet. Nee? Niet meer. Nee. Dus gewoon koffie met slagroom? Oh, lekker slagroom. Helemaal gekapt? Helemaal gestopt. Waarom? En, nou ja, beter voor mijn lijf, denk ik. Gezond. Gezond. Ik viel te vaak om. Oké. Doe maar gewoon koffie met een toefje slagroom. Ja, en dan doen die drank van Rob maar bij mij erin. Ja, dat is goed. Oké, dan kijken wij ondertussen even naar wat mooie plaatjes uit de gemeente Ede. De zomer is niet te stuiten, het is zomer in Gelderland. In de zomer gaan we naar buiten, genieten we volopwaar. De zomer is niet te stuiten, het is zomer in Gelderland. Ik sta naast Jan-Willem Ribbers en jij bent chef-kok bij de Goudsberg. Klopt, ja. En jij maakt zalm. Ja. Lekker. Veluwse zwemmer. Een Veluwse zwemmer? Ja. Een Veluwse zwemmer. Hij komt hier bij de Luntersche Beek vandaan dus. Daar wordt hij echt waar? Zwemt dat zalm? Of zit hij nou te liegen? Je zit hier aan de overkant. Jongen, je zit gewoon reclame te maken. Die sorry. Nee, die zalm heb je gekregen, neem ik aan. En wat is dit allemaal? Vergeten groenten. Vergeten groenten. Ja, groenten die niet zoveel meer in de winkel te vinden is. Maar ja, dat heeft vaak een reden, toch? Ja. Nee, echt. Dat is flauw, hè? Ja. Maar wat is dit? Dat zijn snijbieten. Snijbieten. Snijbieten, dat zijn deze. Oh, ik dacht dat je bloemen voor me meegenomen had, maar dit zijn groenten. Ja, ook bloemen. Oh, je bent een engel. Yes. Wat is dat? Knoflookbieslook. Oké. Ja, je moet hem eigenlijk even doorsnijden. Je moet hem even doorsnijden. Doe maar even. Okay. Vertel eens over jullie restaurant. Wat is dat voor restaurant? Restaurant De Goudsberg zit bovenop de berg in Lunteren. Ja. De Goudsberg. En daar, we doen heel veel met feestjes en partijtjes. Zit naast een camping, dus... Lekker druk in het seizoen. Veel campinggasten, ja. Ja. Ruik je het? Nee, kan je het wel proeven? Ja. Lekker? Nou, ergens doorheen waarschijnlijk. Ja, nee. Ja, sorry. Je maakt zalm, vergeten groenten en dan kom ik straks vragen naar de rest. Paarse aardappeltjes. Paarse aardappeltjes, die kom ik straks even bekijken. Succes, hè? Ja, dankjewel. Paarse aardappeltjes. Dames en heren. Het museum van één dag, dat staat in Lunteren natuurlijk, hè? Ik ben benieuwd, staat er nou hier iemand die daar iets in heeft gezet? Het is doodse stilte, kom er eens bij. Kijk uit voor de kabels. Kom maar. Hallo. Hallo. Wie ben jij? Anne-Marel. Anne-Marel. En wat heb jij in het museum gezet? De Lunterse koepel. De Lunterse koepel. Waarom? Waar is die? Daar. Zullen we er even heen? Ja. Kom. Dat is de Lunterse koepel. Ik denk bij een koepel aan een heel ander ding, maar dat is gewoon een toren, hè? En waarom zet jij de Lunterse koepel in ons museum? Ik vind het heel mooi. Hij is mooi. En je hebt een heel mooi uitzicht daar, denk ik, ja, hè? Waar kun je allemaal naar kijken als je daar bovenop staat? Naar Arnhem. Ja. En hoeveel verder weet ik niet. Hoeveel kilometer is Arnhem? Hoeveel?
25 kilometer ver wegkijken. En je hebt de oogschaduw opgedaan, zie ik wel. Speciaal voor de show. Ja. Oh, moet je even laten kijken. Doe je oog eens dicht. Kijk eens wat mooi, prachtig. En weet jij wie daar zit? Nee? Zal ik het even gaan vragen? Ja. Dankjewel dat je wat in ons museum hebt gezet. Het Lunters vrouwtje. Ja. Ja. Een van de Luntersse vrouwtjes. Er zijn er meer. Ja, er zijn er meer. Ze planten zich voort. Ja, we hebben ook een folklore groep hebben we hier. En het is echt heel veel lopen in Luntersse klededracht, Veluwse klededracht. En hoe heet jij in het echtje? Ik heet Lisette Elbertsen. En jij hebt een mooie baan. Ja, ik heb echt een mooi vak. Ik ben activiteitenbegeleidster in een verzorgingshuis, het Maandenzand. En je hebt een hele schap van ons museum gevuld. Ja. Want je hebt een museumpje opgericht daar, waar jij werkt. In mei heb ik een museum zelf mogen openen. Mijn eigen museum in het verzorgingshuis. En waarom heb je een museum daar geopend? Ik werk met ouderen en dementerenden. Mm-hmm. En herinneringen ophalen door spullen en voorwerpen gaat gewoon heel goed. Mensen krijgen de herinneringen weer, vaak goede herinneringen. Ja. En dat is heel prettig, omdat ze al zo'n klein leventje hebben. Ja, het wereldje is klein en een korte termijn geheugen is dan enorm aangetast. En het lange termijn zit er nog. En daar genieten ze enorm van. En ik geniet daar ook enorm van. Ben je bijzonder. Ja. En heeft dat ook te maken dan dat je deze kleding draagt? Ook wel, Ja, want ik draag het regelmatig op mijn werk ook. Dan ga je gewoon zo naar het werk. Ja. En wat krijg je dan voor reacties? Ja, allemaal blijde gezichten. Ja. En vrolijk. En dat had mijn oma vroeger ook aan. En mijn moeder heeft ook nog zo gelopen. Dus en dan laten ze foto's zien. En gelijk allerlei herinneringen. Mooi. Ja. Prachtig. Ja. En je wil in ons museum blijven zitten, hè? Want de hele het Lunters vrouwtje moet wel lekker hier zitten. Ja. Dankjewel. Ik hoor het tussen. Mag ik een applaus voor Lisette? Dankjewel. Even kijken, waar is de hoed? Oh, hier. Die is namelijk van mijn volgende gast. Die zit aan tafel en die heet Louis Franje. Ik heb er staan. Dag Louis. En dan moet hij weer op, hè? Ja, denk dat hij jou ook wel een beetje jij moet hem op. Hij staat jouw film. Moet hij zo? Ja, perfect. Ja? Helemaal goed, ga lekker zitten. Wat een gentleman zijn jullie, zeg. Dankjewel. Gaan allebei staan ook. Oh, heerlijk, hoor. Oh, wat zal mijn moeder jaloers zijn. Dus Rob de Nijs brengt mij een kopje met alcohol. Ja. Louis, welkom in de show. We gaan toch maar proosten met koffie. Lijkt me goed. Maar, je hebt ook maar niet bij jullie zit wel wat, hoor, overigens. Ja, heel goed. Daar ben dat ik al ik van. Tia Maria. Oh, lekker. Je woont in Wekerom. We zijn in Lunteren, gemeente Ede, Gelderland, Nederland. De wereld, waar proosten we op? Op Lunteren, zou ik zeggen, Rob, hoor niet dan? Op Lunteren, maar ook op Ede en op heel Gelderland. Oké, goed. Ik zeg proost. Hey. En op het wild. Op het wild, ik zit meteen onder. Louis, jij bent gids en voorzitter bij de vereniging, bij de stichting Jacques Gazenbeek. Ja. De Jacques Gazenbeek Stichting. En die stichting die wil het karakter van de Veluwe behouden en uitdragen. En dat doe jij onder meer door zagen en legenden te vertellen. Ja, onder andere zeg maar zo hebben we die zagen die we nu in deze periode weer vertellen. En er is een heel mooi verhaal wat hier vlakbij speelt op de Hessenweg. En er komt een bonkige Hent in voor. Dat is een verhaal van Henk van Hent. En die heeft een overval gepleegd op zijn wagen. En dan de buit die hij daar buit gemaakt heeft, die heeft hier ergens in Lunteren begraven. Maar ze zijn lang bezig zoeken, ze hebben hem nooit gevonden. Dus een tijd geleden hebben ze hier dus de Dorpsstraat opengelegd. En gezocht, maar niks gevonden. Maar die bonkerhend was echt, als hij dus ook een vrouw tegenkwam, dan was het gelijk van... Hey, dat begrijp je. Het blijkt dat ik geen vrouw ben. Nou, dit was Zomer in Gelderland. Goedenavond. Ja. Dus. Ben jij wel eens meegeweest met Louis? Want, dat moet je echt. Ik ben ooit meegeweest. Het is echt waanzinnig. Ja? Hij laat je ook wel enorm schrikken. Dat is ook wel een van zijn hobby's. Ja. Maar ik doe ook een nazorg. Ja. Louis, wat maakt deze streek voor jou nou zo ontzettend bijzonder?
Nou, ik ben geboren dus een kilometer van 18 hier vandaan in Barneveld. En ik woon nu alweer een flink aantal jaar in Lunteren. En Lunteren is gewoon een heel fijn dorp. Ook de mensen onder elkaar. Het is gewoon warm om hier te wonen. En ja, heel gewoon. We zijn straks begonnen met het Lunterse vrouwtje. Eenvoudig. En ja, je ziet dat ook beroemde Nederlanders hier naartoe willen komen. En hier blijven hangen. Zit gek. Zitten bedoel ik. Ja. Ja. En dat, ja... Het is gewoon mooi en het is ook lekker centraal. Is voor jou ook handig? Absoluut, ja. Dat zeggen wel eens, god, dat is een eind weg. Maar eigenlijk zit je midden in Nederland met alle uitvalswegen. Ja. Binnen loopafstand zou bijna zijn. Wat is voor jou nou typerend voor de bevolking hier? Hoe zou je de mensen typeren? Dat is heel erg moeilijk. Ja, ik ben natuurlijk gewend om overal in Nederland te komen. En moet je eerlijk zeggen dat ik overal... Overal wonen aardige mensen en overal wonen klootzakken. En zolang het zo is dat de meeste mensen aardig zijn, dan hoor je mij niet klagen. Nee, maar precies. Hier is het, ja, ik voel me uitermate thuis. Maar is er voor jou niet echt een soort verschil, zeg maar? Want ik toer nou door de provincie en ik vind het echt wel verschillen. Kijk eventjes wat meer de kat uit de boom, heb ik het idee. Maar als het dan allemaal bevalt en denk ik, nou, dat is wel een aardige peer. Ja. Dan zit je goed. Het voelt warm in Lunteren, moet ik zeggen. Ja. Wij kwamen hier aan en mensen komen allemaal op ons af en zo. Ja. Wat bindt de mensen hier in Lunteren? Ja, wat bindt de mensen hier in Lunteren? We hebben wel altijd een beetje voor op Ede. Maar ik wil zeggen dat hier dus heel veel dingen heel snel gerealiseerd kunnen worden. Als bijvoorbeeld in sommige plaatsen moet er heel lang gepraat worden over dingen. Heel lang vergaderd en weet ik wat allemaal. In Lunteren zeggen ze, kom op jongens, we gaan die erbij halen. En die weten we wat en die, hup. En we doen het gewoon. En zo is ook het zwembad gewoon hier gebleven. Dus het is gewoon geweldig dat het... Binnen een korte periode gewoon georganiseerd wordt. Koppen. Klaar. Ja. Niet lang niet kletsen, maar poetsen. Huppa. Ja. Dus jij gaat nooit meer weg hier, want dat past je wel bij. Nee, daar pas ik bij. Ja. Daar hou ik van, want al dat gekletst. Nee, ik bedoel, hier is gezellig, maar... Ik ben er klaar mee. We gaan naar het item van Frank. Wil je nou echt eens helemaal terug in grootmoeders tijd? Dan ben je hier in Bennekom op de juiste plek, in het Kijk- en Luistermuseum. Alles doet je hier aan vroeger denken, hè? Dat klopt. Behalve dan de gids. Dankjewel, Frank. Wat is dit voor een museum? Het is een nostalgisch museum uit grootmoeders tijd. En je vindt hier dus allerlei spullen omstreeks 1900. En ook dit klaslokaaltje komt uit die tijd? Dit klaslokaaltje is van ongeveer 1920, 1930. En dat zie je aan de spulletjes allemaal. En dit was dan een kledingwinkel uit het jaar 1900? Nee, dit is de manufacturenwinkel. Manufacturenwinkel? Oftewel, een bandengarenwinkeltje. Ik zie allemaal mutsen. Dit zijn allemaal Bennekomse mutsen van de boerin. En dan heb ik hier nog een muts. Dat is de slaapmuts voor de mannen. Mag ik hem op? Toch een dikke kop, merk ik. Veel verstand. Zo. Ik vind hem zo goed genoeg. Je pyjamaatje. Oh ja? Zal ik dit ook nog even aandoen dan? Prima, jongen. Geef het gewoon aan, hoor. Nachthemd. Zo, dus zo lag je in bed. Dit is dan de eerste onderbroek. En tegenwoordig dragen de meisjes dit onderbroekje. Oh ja. Iets minder stof, zoals je ziet. Komt wel iets bekender voor, dit. Ja, bij jou wel. Dit lijkt een gewone piano, maar dat is het niet. Nee, want dit is een spookpiano. Een spookpiano. Zal ik de mensen thuis even laten zien wat ik kan op een piano? Doe het. Het ziet eruit als een jukebox. Nou, dat klopt. Het heet officieel de schijvenwisselaar. Er zitten dus 10 schijven in. Ja. En je kunt als een jukebox gebruiken. Ja, je mag het uitzoeken. Welke plaat? Ja, oké. Okay. Ik kan een nummertje uitzoeken. Hè. En hoe werkt dat dan? Hoe kom ik dan? Kan ik iets aanklikken of zo? Nee, met de hendel schuif je dus het handje, zo heet dat, schuif je naar de plaat die je wilt hebben. Ja. Ja. Zullen we karren mee doen? Ik vind het prima. Nou. Je pakt het geld. En als het goed is, komt nou Carmen omhoog, want die moet naar die kammer toe. Hé, hey, wat grappig zeg. Komt hij aan. Kijk zeg. Hij wordt met de lift helemaal naar boven gebracht. Ja. Wat een prachtige muziek komt hieruit. Ja, dat is zeker. Dat is echt een hele bijzondere speeldoos eigenlijk. Hè? Het is eentje uit 1897.
1897. Ja, dat is ook de top 10 van 1897. Ja, dat was de top 10, ja, toen. Ja. Schattig, hè? Nou, dansen dus in Bennekom. Hoe gaat het hier, Jan-Willem? Goed. Ja? Op schema, ja zeker. Op schema. Ja. En het ziet er heel mooi zomers uit ook, ja, hè? Leuke kleurtjes, hè? Lekker. En die, je zei net, toen ik de eerste keer kwam, paarse aardappeltjes. Ja. Dat smaakt gewoon naar aardappels? Of, dat zijn, ja, iets zoeter, zeg maar. Dit zijn ze? Dit zijn ze. Zal ik er eens een de middels nemen? Ja? En van binnen ook heel mooi paars. Nou, wat leuk, hè? Ja. Wat leuk. Kent u dat, paarse aardappeltjes? Daar kun je ook heel leuk mee stempelen. Op je wangen. Zwarte truffel. Mooi hoor. Ja. Maar is dit zeldzaam of niet? Nee, je ziet ze tegenwoordig steeds meer weer. Omdat er toch best wel vraag naar is. En, maar waarom? Vanwege de kleur of ook de smaak? Ik denk vooral de kleur. Ja. De smaak, ja, ze smaken een beetje zoeter. Maar... Als zoete aardappels, oranje, ja, aardappels. Ja. Jij bent chef-kok. Wat moet je nou in huis hebben om chef-kok te worden? Ik denk dat je vooral ook heel erg stressbestendig moet zijn. Goed met mensen om kunnen gaan. Ja. Want je moet die hele keukenbrigade, ja, aansturen. Ja, ja, bij ons is de keukenbrigade niet zo groot. Jullie zijn dus met z'n tweeën. Nee, nou, ja, eigenlijk wel, ja. Ja. Ik en een leerling. Oké. Okay. Dat is de leerling. Hi, en, leerling. Even vragen. Hoe is hij als chef-kok? Goed, hij is net bezig geworden, dus ja, ik vermaak me wel daar. Is hij streng of niet? Nee, helemaal nee? niet. Nee. Normaal niet? Nee. Zou hij wat strenger mogen zijn? Wel een beetje. Oh. Je mag best wel wat strenger, joh. Ja, soms wel beter misschien. Ja? Ja? Ja. Je bent gewoon te lief. Ja, ik hou iedereen te Ik vind het ook wel schattig. Ja. Een lieve kok die lekker kan koken, ik ben er helemaal blij mee. Goed, ik zie jou straks aan tafel met, ja, het mooie gerecht. Goed zo. Ik ga even voor mijn tweede rondje museum lopen. En dan ga ik nu even naar de andere kant. Eens even kijken. Hoi. Hoe heet jij? Ik heet Han. En wat staat er in het museum van jou? Niks. Hoe kan dat nou? Weet ik niet. Wist je niet dat het was? Nee. En als je het nou had geweten, wat had je er dan ingezet? Ik zou het niet weten. Nee? Nou, denk nog even na. Dan ga ik even kijken of er iemand wel iets in het museum heeft gezet. Wie? Ja. U? Ik ook. Wat heeft u erin gezet? Daar staan ze, de klompen. De klompen? Ja. Want u heeft de Vierdaagse gelopen op de klompen? Altijd, ja. Dat is toch niet normaal? Dat is wel normaal. Betere schoenen, hoor. Ja? Jazeker. Hoezo dan? Omdat het makkelijker is en het loopt lekkerder. Ja? Ja. Geen blaren? Nooit. Nooit. En nee. Hoe vaak heeft u hem gelopen? 40 keer. 40 keer? Ja. En ook de ja, dan gaan ze wel klappen. En de Airborne loop ik voor de 64ste keer. De Airborne voor de 64ste. Hoe oud bent u? Bedenk ik. Ja, dat ga ik niet raden. Oh. Dus, nee. In ieder geval 65. 66. 65? Nee hoor. Ja. Ik ben veel ouder. Nou, zeg het eens dan. 81. 81. Oeh. Ja. Gaan allemaal uit een plaat. Heel mooi. De klompen, ja, en een mooie foto. En dan ga ik nog even naar deze. De doorlopers. De Friese doorlopers van Jan. En dat is Jan, hè? Mag ik ze even geven, Jan? Eens even vasthouden. Mooie oudjes. Ja, die zijn oud. Die heb ik vroeger nog opgereden. Dat gaat super, hè? Ja. Friese doorlopers. Ja, in het begin is het een beetje oefenen. Achter zo'n stoel met een steen erop op de sloot. Maar ja. Nou, daar heb ik een goede herinnering aan dat ik daar vroeger op leerde schaatsen. En vond je het leuk, schaatsen? Ja, ik vond het erg leuk. We, ja, hebben, ik kom niet uit deze buurt, ik kom uit Albertse Waard. Ja. Heel veel water, dus daar was het, zodra het een klein beetje ijs was, dan probeerde je daar te schaatsen. En, ja. Daar heb je geen noren voor nodig zoals nu. Met die schaatsjes ging het uitstekend. Ja. Maar je zegt achter de stoel en nu zit je erin. Ja, ja. Hoe kan dat dus, dan? 27 jaar geleden heb ik een ongeluk gehad waardoor ik een dwarslesie heb. Maar goed, die herinnering krijgen ze er niet meer weg. Ik, nee, heb vroeger heel veel geschaatst, molentochten en dat soort afstanden. Ja. Maar dat was waar ik ze aan herinner. Dus voor mij is dat een museumstuk wat niet alleen zomaar meebrengt, maar dat hangt bij me in mijn werkkamer als een herinnering aan vroeger. Prachtig. En wat, ja, doe je voor werk? Ik werk als diaconaal consulent in de kerk en ik ben raadslid voor de ChristenUnie in de gemeente Ede. Ik vind het prachtig dat je het in ons museum hebt gezet. Dank je wel. Dank je wel. Mag ik een applausje? Ik leg hem weer terug.
Rob? Ja? Oorlogskindje, luchtwegproblemen, daardoor op een bijzondere school terechtgekomen. Op een luchtschool, hè, heette dat. En daar werd die creativiteit enorm getriggerd. Nou, wat wij hadden, het is een openluchtschool, het was voor kneusjes. Hè. Over het algemeen waren het kinderen zieke kindjes, met ja. zieke kindjes, met hartprobleempjes. Niet ernstig, maar toch dat je denkt van nou, dat. Dus wij hadden drie kwartier les en dan een kwartiertje pauze. Drie kwartier les, kwartiertje pauze. We raakten wel op een gegeven moment enorm achter bij het normale schema. Ja. Maar er werd heel veel gedaan aan creatieve dingen. Aan elk jaar was een geweldige revue. En ik speelde natuurlijk altijd mee. Ik speelde ook accordeon en dat deed ik daar ook. Ik kan me herinneren dat ik daar ooit een sketch deed. Toen speelde ik het hoofd van de school en die rookte pijp. En ik had van mijn opa een pijp geleend. En ik had me zo ingeleefd dat toen ik kwaad werd, brak ik de pijp in tweeën. Van opa. En het was de lievelingspijp van mijn opa. Nou, dat was niet helemaal goed. Maar nee. In ieder geval, ja, ik heb er heel veel maar leuke als je dingen nou gedaan. Niet vanwege die oorlog en die ademhalingsproblematiek op die school terecht was gekomen. Ja. Heb je dan enig idee, zou je leven er dan totaal anders uitgezien hebben? Ik denk het wel. Ja. Het leven het loopt gaat zoals het loopt. Zoals het loopt. En elk zijpad leidt naar een ander zijpad en dan weer naar een hoofdpad. Ja. Dus zo gaat dat. Het is welke keuzes je maakt. Hè? Word je creatief van veel buiten zijn, Louis? Ja. Ja? Ja, absoluut. Tuurlijk. En elke dag is weer anders. Mensen zeggen wel eens, wat moet je toch altijd in het bos zoeken, joh? Al die bomen, dat verandert toch nooit? Het is allemaal hetzelfde, nooit. Ja. Maar er lopen van allerlei dieren rond en alles. Er is altijd wat te beleven. Ja, kleine beestjes, grote beestjes. Laten we even wat van die dieren laten zien. Ja. Ik heb hier bijvoorbeeld een foto van burrelende edelherten. Ja. En die, kun jij dat laten horen, hoe een burrelend edelhert klinkt? Nou ja, dat is weer een beetje aan het beginnen, maar ik zal proberen, maar het slokje heeft er wel iets aan meegewerkt, maar. Het is wel een papa. Maar het is. We houden het niet meer. Maar het is een soort hoesten wat ze doen, hè, bijna inderdaad. Een soort hoestig. Ja, en ook even iets uit de wereld helpen. Het is niet om indruk te maken op de vrouwtjes, maar gewoon te laten horen. Hier ben ik voor de andere rivalen van. Hier is Arnold Schwarzenegger of Prins Hendrik of Freddy V. Of Rob de Nijs. Maar. Jongen, jongen. Maar Louis, wat vind jij nou van die wilde beesten op de Veluwe? Staat dat het toerisme niet in de weg? Nee, absoluut niet. Nee, daarom moeten we ook proberen die beesten toch wel een beetje hier te houden. Het moet niet zo zijn dat ze. Een paar jaar geleden liepen ze in Epe zelfs op de winkelstraat. Behalve bij de slager, daar durven ze niet naar binnen. Maar ik bedoel, het is toch een beetje het stokpaardje voor de Veluwe. Ja, Herten, zwijnen, vos. Ik had het met Rob even over de vos. Ook een prachtig beest. Ja, heb je ook alleen je moet er niet zoveel van hebben, want dan vreten ze je kippen weer op. Ja, daar heb ik ook iemand over gesproken vandaag. Oh. Rob, jij hebt ook een foto meegenomen. Jouw mooiste plekje. Ja, het is eigenlijk een tekening. Een hele mooie tekening van. Van een gebouw in Ede. Dat heet nu Buitenzorg. En dat is een prachtig huis waar onder andere Arthur van Schendel geschreven heeft ook. En het was ook dat waren de eerste mensen met wie mijn vrouw en ik kennis maakten toen. En een tijd lang, toen ik nog een borreltje dronk, was het ook mijn stamkroeg. Ja. En nu komen we het voor het eten, onder andere. Je gaat er nog wel naartoe. Prachtig gebouw. Ja. Ja. Mooie plek, maar vooral met name het gebouw. Een mooie plek met hartstikke oude bomen. Ja. Gaan we er allemaal heen. Rob, dat wil je niet. We gaan naar het mooiste plekje van Wilfred en Nelleke. En dat is echt zo lief. Deze stilte is de mooiste. Aan het einde van de dag. Zonder onderrust te storen. Aan het einde van de dag. Dit is voor mij het mooiste plekje van Gelderland, aangezien ik hier op 26 november jongsleden mijn vriendin ten huwelijk heb mogen vragen. Want ik zag het vandaag gebeuren, wat ik eigenlijk alle dagen zie. Hoe je ongemerkt zin en zaligheid versterkt, maar ik zeg.
was ontzettend zenuwachtig. Een hele goede vriendin van haar die zou haar hier naartoe lokken. We stopten op de straat en toen kreeg ik van haar een envelop. Er zat een briefje in dat ik hier naar binnen moest gaan. En er zat een aansteker bij. Bij de ingang stond een kaarsje. Moest ik aansteken en doorlopen. En deze stilte is de mooiste. Ik had de hele trap hier had ik helemaal verlicht. En hier beneden, achter mij, had ik zo'n mooie fakkel had ik neergezet. Dus dat was wel heel romantisch. Hij heeft altijd hele goede ideeën en af en toe dan komt hij met een verrassing. Dus hij is best wel romantisch. Dus ik heb het goed getroffen. Ik ook van jou. Ik ook van jou. Oh, wat geweldig, hè? Zo'n romantische man ook. Nou, ik wens jullie alle geluk. Aanmelden voor het mooiste plekje, dat kan nog steeds. Ga naar onze site www.zomeringelderland.nl en dan even doorklikken naar mooiste plekje. Het evenement wat aanstaande vrijdag start, en dat is mijn evenement, het duurt namelijk een hele week, de Heideweek in Ede, bestaat al 75 jaar, trekt zo'n 150.000 bezoekers. Nou, Willy Kruithof is helemaal geen reclame meer nodig. Nee, je hebt het perfect verwoord, dankjewel. Nou, dan gaan we even nemen. Doei. Je hebt in ons museum, daar hangt een prachtige jurk. Ja. En wat is dat voor jurk? Dat is de jurk die ik als heidekoningin Kaluna gedragen heb tijdens mijn werkjaar. En in de Heideweek zelf krijg je een galiapon waar je die 10 dagen mee mag werken. Maar er is dus echt een heidekoningin? Ja, sinds 1935. Maar hoezo is er een heidekoningin? Wat is haar functie? Zij promoot de gemeente Ede en alles wat daarbij hoort, binnen en buiten gemeentegrenzen. Ja. Dus ja. Het is een soort promotiefunctie om Ede beter op de kaart te zetten. Maar ja. Ondertussen ook sociaal, cultureel, maatschappelijk bezig te zijn. En kun je even heel kort vertellen, wat behelst die Heideweek nou? Waarom moeten mensen daar naartoe? De Heideweek behelst een feestweek voor de gemeente Ede, waarbinnen er voor ieder wat wils is en alle mooie plekken binnen de gemeente Ede extra in de spotlight komen. Ja, en er komen ook grote artiesten, waaronder Fransje Bauer. Dus ik zeg allemaal naar Ede de komende week. Ik nodig jou uit aan tafel. Dankjewel. We gaan lekker eten. Heeft je tante het goed gedaan? Ja, hè? Oh. Wat gaat mijn tante nou weer doen, zei hij. Wie komt even op televisie? Ja, Willem, is het gelukt, hè? Ja. Goeie chef-kok. Wow. Precies op tijd klaar. Alsjeblieft. Wat mooi, hè? Die paarse aardappeltjes. Ja. Ik dacht eerst druiven, maar... Ja, het lijkt een beetje op uit kluiten gewassen druifjes. Ja, wil je nog even een korte toelichting geven? Schattig, jij stelt zichzelf voor. Iedereen weet wie jij bent. Ja. Geweldig. Zalm op een bedje van oergroenten met paarse krieltjes. Het ziet er mooi uit. En dit, hè? Dat is jouw favoriet. Dat zijn de bloemetjes, maar die smaken naar knoflook. Ja. Dankjewel. Grote klasse. Rob, je nieuwe cd, hoe gaat die heten? Eindelijk Vrij. En die komt uit? 25 september. Dat is al bijna. Dat is bijna zo. Ben je dan zenuwachtig? Nu nog niet, maar dat gaat wel. Zeker gebeuren. Ja. Ja. Maar ook wel heel spannend en leuk. Ja, geweldig. Ja. We gaan hem allemaal kopen, jongens. Eindelijk Vrij. Jee! Louis, ik hoop dat je nog mooie rondleidingen gaat geven en dat nog heel lang blijft doen. Ja. En dat iedereen dat ook gaat doen bij jou. Ik wil even nog, niet op de een of andere, maar omdat ik vind het hartstikke leuk dat ik vanavond tegenover Rob zit. Dat ik met hem aan tafel zit. Want als er één artiest is in Nederland die echt dus alles meegemaakt heeft, maar ook echt heel diep in die put gezeten heeft, hè, Rob, die weet het zelf. En weer zijn eigen helemaal eruit geklommen. En wat hij nu allemaal voor elkaar heeft, nou, dan vind ik mag wel een extra applausje van Lunter hebben. Klaar! Okay. Heel mooi. Wat lief. Ja. Dankjewel. Dat is je heel erg gegund. Willy, hele mooie Heideweek toegewenst. Dankjewel. Morgen zitten we in Tiel. We gaan zien of het net zo gezellig is als in Lunteren. Ik wil jullie allemaal heel erg bedanken dat je er was. Dank jullie wel. En ik zeg tot morgen. Dag. Eet smakelijk.